9-jarige Britt mocht op hockeyclub Kievive haar idool Jackie Schoenaker ontmoeten. Britt had een paar lastige vragen voor de Amsterdam speelster in petto. Als ik voor één dag een bekende Nederlander zou mogen zijn, dan zou ik jou zijn. En wie zou jij een dag willen rijden? Daar ga ik even over nadenken, want het is echt cool, niet zo hoog hoor. Dan maar eerst even een andere vraag stellen. Wat doe je het liefst in het veld en wat is je grootste kracht? Niet veel mensen zeggen dat, maar ik vind verdedigen heel leuk. Dus ja, ik ben eigenlijk degene die verdedigt aan middenvelder. Dus ik probeer aan de bal probeer ik eigenlijk het spel een beetje te verleggen. En weet je, dus dan als ik hem van links krijg, dan probeer ik hem rechts weet je, in de ruimte naar de andere kant te spelen. En verdedigend gewoon lekker veel ballen afpakken. En dan daarna meteen iemand zoals Ellen of Eva inspelen. En dan kunnen zij lekker hun actie maken. Maar nu willen we toch wel graag antwoord op de eerste vraag. Dus probeert Britt het buiten nog een keertje. Als ik voor enige bekende Nederlander mocht zijn, dan zou ik jou willen zijn. En wie zou jij een dag willen rijden? Wat mij heel erg leuk lijkt, als we toch in de hockeywereld blijven. Vind ik het lijkt me wel heel gaaf om een keer een dagje Teun de Nooijer te zijn. Omdat hij natuurlijk heel lang in het Nederlands team heeft gespeeld. En eigenlijk de beste speler van de wereld is geweest. Heel vaak. Die ken je toch, hè, Teun de Nooijer? Dus het lijkt mij wel heel leuk om een dagje... Als Teun de Nooijer te leven. En eigenlijk nog meer toen in de periode dat hij toen nog vol hockeyde. Ben je benieuwd naar het hele interview? Bestel dan het nieuwste nummer van hockey.nl via de website.